In my department, we are around 15 people with the caretakers, the social nurses, the people from Stranding, and the veterinarians. We zitten hier natuurlijk in het WEC, heel dicht bij de Waddenzee, waar we eigenlijk willen laten zien dat mens en dier onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en dat we dat willen uitstralen naar het publiek toe. Wij werken met het One Health concept. One Health is eigenlijk dat je hebt de gezondheid van de mens, de gezondheid van de dieren en van zijn omgeving. En dat allemaal bij elkaar is één gezondheid. Dus eigenlijk delen we die gezondheid met z'n allen en heeft dat ook allemaal invloed op elkaar. Een voorbeeld van waar wij One Health gebruiken is dus in het zeehondenziekenhuis. Dus wij zorgen voor zieke zeehonden, brengen ze gezond weer terug in de Waddenzee. En zo zorgen we dus ook indirect voor de gezondheid van die hele omgeving. Maar het is dus belangrijk om te onderzoeken hoe het met die gezondheid gaat. Dus onze hoofddierenarts Anna Rubio Garcia die heeft onderzoek gedaan naar antibioticaresistentie in de Waddenzee. We do quite some research in the Seal Center. It goes from veterinary research, but also we do behavioral research. We collaborate with research into their whiskers of the seals, for example. It's all different topics. Here, I've done quite a bit of my research for my PhD on seal bacteriology. And what I've been looking at is the bacteria of the gut of the seals. How they evolve during rehabilitation, but I also look at the antimicrobial resistances of these bacteria and how they evolve during rehabilitation. And right now I'm almost done with the part on the animals that received antimicrobial treatment, antibiotics. We're almost gonna go to the WEC, so yeah, I'm showing you here our old bacteriology lab. So I'm really looking forward to going to the WEC and having our brand new bacteriology lab there. We will move some of the machines because they are still working and they are doing very good. But yeah, the place will be new. Nou, hier kun je dus straks naar allerlei ziektes onder de microscoop kijken die zeehonden bij zich kunnen dragen. Hier komt het skelet van de zeehond, dus je gaat hem van binnen en buiten goed leren kennen. En hier ga je ook wat meer leren over dus de ziektes die een zeehond kan hebben. As you can see, we are still placing things. We have plenty of space. We have to put the fridge, the incubators in the lab that you can see there. We have a full new fish kitchen that we have to fill in with all the stuff that we are bringing from Pitiburen. So we are busy. The bacterial lab is very important for me because of my whole research. And this research has actually helped us to now design the water system. We have different water system for the first phase of the seals and phase 2 and 3 of the seals. And this is because I've seen that bacteria, viruses and so on can go through the water and yeah, go to all the pools. So now when we have new animals coming in, we separate them in the quarantines and also they have their own water filtration. So no bacteria, no virus, nothing can go to the animals that are in a further stage of rehab. So they are already recovering. That we decided to separate the water system from phase 1 from the water system from phase 2 and 3. This is a direct application from the research that I did in Pitiburen, where we saw that certain resistant genes can recirculate from seals from phase 1 to 2 and 3 if they share all the same water. And also that residue of medication can affect animals that are already in further phases of rehabilitation, almost to be released. So we have been able to design the separation to make sure that this is not happening. De waterzuiveringsinstallatie. Er is een hoop water nodig om de boel hier draaiende te houden, maar er wordt heel veel gerecirculeerd. Dus nou ook nadat het water in de baden is geweest, komt het terug in deze tanks en in deze filtering.
Het is niet zo dat het van buitenaf zeg maar, naar binnen komt, één keer gebruikt wordt en er weer uitgaat. Het wordt hergebruikt en vervolgens als het echt niet meer bruikbaar is, dan is er nog een scheiding dat een deel gaat terug naar het riool. Maar ook een deel kan niet terug naar het riool en gaat de haven weer terug in. Dus het is hetzelfde water wat je in feite ook haalt uit de Waddenzee, wat gebruikt wordt voor de zorg. Door meer onderzoek te doen naar zeehonden en hun gezondheid, maar ook door te kijken naar de omgeving, kunnen wij dus meer leren en kunnen we ook daardoor onze gezondheid beter in de gaten houden. En dat is dat One Health principe, dus dat al die gezondheden met elkaar te maken hebben. En als wij dus zorgen voor de zeehonden, zorgen we ook voor die Waddenzee en uiteindelijk ook voor onszelf. Deze stenen hebben we meegenomen omdat we hier in het Ecolab ook laten zien en bekijken wat nou de rol is van dit soort harde oppervlaktes in de Waddenzee.